We moeten een boot kiezen, want de haai komt eraan. Oh, jongens. Oké, we gaan voor de jetski. Kunnen we de jetski überhaupt? Ja, we hebben de jetski. Oké, guys. En nu wil ik rijden. Let's get it. Er zit als het goed is een mega haai op deze oceaan. En wij moeten proberen hem aan te vallen. Hij is daar. Ah, hij komt op af. Nee. Oh, hij is zo groot. Hij is mega. Like de video als je Team Job bent en niet Team Haai. Spam het in de comments. Team Job of Team Haai. Ik ben benieuwd welk team jullie zijn. Oh jongens, hij zit achter me aan. De haai zit achter me aan. Ah, we moeten een weapon shop. We hebben een beter wapen nodig, guys. Laten we gaan voor een launcher. Kan ik hem kopen? Oh, ik heb te weinig geld. Wat nu? Er zijn wel game passes die ik kan kopen. Ik kan een minigun kopen. 250 Robux, dat is zo duur. Oké, guys, we moeten gewoon proberen te overleven. Yo, zagen jullie dat? Hij brak een heel piratenschip af in 2 seconden tijd. Oh, jongens, dit is niet goed, dit is niet goed, dit is niet goed, dit is niet goed. Ik kan de deuren zelfs openen als ik wil. Ik kan de kleuren veranderen. Nice, ik wil een blauwe jetski. Hij is hier! Nee! Nee! Jongens, are you serious right now? Ik ga een nieuwe boot pakken, man. Ik ga voor het piratenschip. Let's get it, man. Oké. Hoe vaar ik in zo'n ding? Like, ik heb mijn vaarbewijs niet. Ik heb mijn vaarbewijs niet, jongens. Wat moet ik doen? Ik weet het niet. Oh, nice. Oh, jongens. Oh, nu ben ik niet bang voor hem. Nu ben ik niet bang voor hem. Waar is die haai? Ik ga gewoon vol tegen hem aanrijden. Dun, dun, dun. Wel, gaat dit lukken, jongens? Ik weet niet of dit een goed experiment is. Tegen een haai aanrijden in een piratenboot. Gaat het goed komen? Ja of nee? Maar ik probeer het toch. Ja, dit is echt puur bedrog. Waar is die? Hij is onder me. Hij zit achter mij aan. Nee! Jongens, de boot zinkt! Ah! De haai heeft de boot gepakt. Oh nee, ik ga dit overleven. Oké, jongens. De haai is mega. Jongens, de haai zit achter mij aan. Oké, nice. Ik heb een soort van raft. Oh, hij heeft me. Hij heeft me weer. We hebben een minigun nodig. We need the minigun. Ik ga een minigun kopen. I'm just gonna do this, man. Ik heb de minigun nodig. Ik ga dat gewoon doen. Minigun, buy now. 250 Robux. Oh jongens, maar heb ik hem nu wel? Of moet ik opnieuw opstarten? Misschien moet ik opnieuw opstarten. I don't know. Maar ik heb de minigun. Nee! Ja, ik heb betaald. Come on! Man, ik heb 250... Oké, luister. Weet je wat? Als we het zo gaan doen, prima. Maar dan ga ik lekker voor een onderzeeër. Geen enkel probleem. Dan ga ik letterlijk voor een onderzeeër. En dan ga ik hem gewoon via onderwater aanpakken. Ik heb net 250 Robux uitgegeven aan iets wat ik niet heb gekregen. Allemaal door de haai. Ik weet zeker dat het door de haai komt, guys. Moeten we ergens naar beneden? Ah, we moeten hier zitten. Oh, jongens. Oh, jongens. Oké, waar is de haai? Waar is de haai? Ik ga gewoon proberen. Ik ga gewoon letterlijk proberen. Hij is daar! Oh, hij zit op mijn hielen. Hij zit nu op mijn hielen. Hij gaat me niet pakken. Ik heb een manier. De andere mensen mogen op hem schieten terwijl ik rondjes draai. Oh, dat is een dom idee. Jongens, hij is mijn boot aan het verwoesten. Ik ga er letterlijk uitspringen. Oké, Job, zwemmen. Gewoon zwemmen voor je leven. Ja, goed zo, Job. Ja, nice. Oké, niks aan de hand. Right? Niks aan de hand. Ik zie geen haai. Waarom is de haai zo sterk? Can someone tell me that? Oké, weet je wat? We hebben een andere boot nodig. We need a different boat. Politie. Yo, hey, listen to me, man. Listen to me, shark. I'm from the police. You need to stop right there. Hey, luister. Ik ben wel van de haaienpolitie, hè. De haai gaat schrikken. Ik ga sowieso eerst een andere kleur nemen. Ik wil een gele. Ik wil een gele politieboot. En nu gaat hij zo erg schrikken. Hij gaat nu bij zichzelf denken, oh nee, de politie, wat moet ik doen? Toch? Hi? Toch? Je bent bang, hè? Ik ga proberen snel op het piratenschip te springen. Let's go. Kom op. Laat mij op het piratenschip. Uh-oh. Are you serious? Hoe dan? Like, je bent zo doelgericht, haai. Je bent zo doelgericht. Ik zat in mijn boot en jij was echt zo van... Yo, man. En ik was weg. Dit is hoe het gaat met mijn gemiddelde maaltijd voor wat betreft het broodje frikandel. Dat is wat het broodje frikandel ervaart. Er is gewoon een mega jobhoofd. Hij ziet dit. En hij is weg. Het is gewoon een en al donkerheid voor hem. Dit is vreselijk. Een hovercraft.
Oké, luister. Nu is het echt klaar. Nu is het echt gebeurd, man, bro. Je weet dat je niet met een hovercraft een geintje kunt maken. That's pretty much impossible. Uh-oh. Hij zit wel echt op mijn hielen. Oké, luister. De hovercraft staat misschien een beetje in de brand, maar dat is geen enkel probleem. Want een hovercraft die kan tegen vuur. Dat is een leugen. Oké, nice. We zijn hem kwijt. Zijn we hem kwijt? Ik denk dat hij weg. Jij zit achter die andere boot aan. Ik moet die boot redden. Dat is namelijk een kleinere boot dan mijn boot. En die boot is zelfs een kleur aan het veranderen. Niet je kleuren veranderen achter het stuur. Niet omdraaien. Doe het niet. Hij gaat je pakken. Nee. Oh jongens, hij is de pineut. Hij is letterlijk de pineut. Er zijn maar twee mensen die overleefd hebben. En ik ben er daar geen één van. En de Heidi heeft het sowieso overleefd. En er is nu een brandende, onbestuurde boot die langs mij heen rijdt. Een nieuwe ronde begint zometeen weer, staat er. Wat? Hé, hey, hoezo ben ik ingemaakt? De Heidi was toch al weg? De nieuwe ronde was begonnen. Oh, jongens, toch? Dit is serieus echt vreselijk. Welke boot hebben we nog meer? Welke boot zou jij gebruiken? Als jij in een mega-oceaan zou zitten in Roblox met een enorme haai die achter jou aan zit, welke boot zou jij gebruiken? De jetski hebben we al gedaan. Er is een piratenboot. Ik ga voor deze boot. Oh jongens, deze is awesome. Ik heb namelijk gewoon een zwembad in mijn boot. Of is het gekoppeld aan de oceaan? Oh, het is wel een soort van gekoppeld aan de oceaan. Is wel een goede sluiproute om zeg maar weg te komen. Oké, de haai is er al. Welke? Oké, weet je wat? Ik heb een idee. De haai die is namelijk gewend dat iedereen voor hem wegrent, right? Wat als ik gewoon letterlijk hier blijf staan? Ik weet zeker dat de haai mij dan met rust laat. Want hij weet dat ik niet bang ben voor hem. De haai weet zo van, kom maar! Ik maak sushi van je! Ik lust geen sushi. Oh nee. Oh nee. Ren hier op! Nee, oh hij duikt! Oké, ik heb nog een stukje boot. Ik heb nog een stukje boot. En jij lekker niet. Oké, dan kijk. Yo, hij duwt mij. En heeft mij opgegeten. Ja, nice. Het leven van een zeilman is awesome. Ik wil altijd op een boot zitten. Scheurbuik en zo, dat is helemaal cool. Oké, iets... grapje hoor. Iets anders, wat gaan we doen? De orka. De orka, dat klinkt cool. Ik bedoel meer van, jij, weet je, een orka... Oeh. Kijk, weet je wat wij doen? Wij verstoppen ons gewoon aan de andere kant van de boot. En hier ligt allemaal vis. En haaien houden van vissen. En ik weet niet waarom ik dat zo rare zeg. Maar de kans is heel groot dat wij op die manier ervoor zorgen... dat de haai niet op ons afgaat, maar op de vis. Alleen moet ik dan wel eerst even aan de andere kant zien te komen. Let's go, nice. En daar gaan we, jongens. Oké, ik ga de haai... Oh, hij heeft alle boten kapot gemaakt. Literally. Hij heeft alle boten kapot gemaakt. Oké, we gaan mensen helpen daar zo. We gaan mensen helpen. Het zijn broeders in nood, guys. Jullie moeten dat snappen. Het zijn mede... zwempersonen. Hoe noem je dat soort mensen die ook op de oceaan zitten vluchtend voor een haai? Broeders, I guess. I don't know. Oké, haai, kom maar hier. Ik heb visjes voor je. Ze liggen op de voorkant van de boot. Oh jongens, dat cruiseschip gaat er echt aan. We gaan letterlijk getuigen zijn van hoe dat cruiseschip... Maar ik heb ook een harpoen, right? Kan ik niet gewoon op hem schieten? Waarom werkt dat niet? Hoe werkt een harpoen? Ah, het werkt wel. Oké, dus misschien kunnen we hem raken. Oké, 3, 2, 1, go. Hebben we hem? I don't know. Nog een keer. Go! Oh, nee, Job. Nee. Niet in het water! Zeg maar, normaal is de vloer is lava eng. Maar weet je wat veel enger is? De vloer is water met een mega haai die nog niet geluncht heeft. Dat is pas eng. Oké, laten we anders snel weer, zeg maar, even naar boven gaan als dat kan. Is die mogelijkheid aanwezig? Doe mijn harpoen maar even weg, want ik denk dat een... Oh, ik ben zo verkouden. Ah! Ik denk dat een haai het niet op prijs gaat stellen als ik met een harpoen op hem richt. We gaan er gewoon voor, jongens. Deze boot is zo groot, dan gaat deze boot niet... Ja, kijk, daar is die. Ja, daar is die. Oké, we gaan achter hem aan. Hier, ik heb vis voor je. Aan de voorkant van de boot. Je mag het er gewoon afpakken, alsjeblieft. Nice, we hebben hem. Hij zit onder ons, hij kan geen kant op. Yes, we varen over hem heen. Hij zit letterlijk onder ons, kijk dan. Oh, wacht, ik moet vluchten. Oh, Job. Ik zit vast. Snel, Job. Ik zwem letterlijk voor hem weg. Ik probeer deze boot op te klimmen die niet van mij is. Nee! Jongens, situatie kort samengevat. Je overleeft het niet. In wat voor boot je ook zit. Hoe groot, hoe lang, hoe sterk dan ook. You will not survive. Ik heb alleen de speedboat nog niet uitgeprobeerd. En een speedboat is meestal best wel snel. Maar like, ik denk alsnog, zeg maar, daar is die alweer. Hij heeft mij gezien.
Ik zit letterlijk op hem nu met mijn boot, hè jongens. Kijk, ik zit letterlijk met mijn boot op een mega witte haai. En mijn boot is echt geëxplodeerd. Oké, dit is echt een issue. Dit is een issue. Ah, ik zit vast! Ah, jongens, nee! Heeft hij me? Hij heeft me weer, hè. Hij heeft me weer. Guys, bedankt voor het kijken. Ik hoop wel dat jullie team Job waren. Ongeacht dat de haai zo dik heeft gewonnen. Bedankt voor het kijken. En ik zeg adios.